Al deze dingen zijn belangrijk wat u moet regelen voordat u straks weer naar buiten gaat. Uh-huh. Waar kan ik u mee van dienst zijn? Dit is het reïntegratiecentrum. Wanneer kom je nou hier als gedetineerde, Rijn? Je komt hier om je zaken te kunnen regelen die je eigenlijk buiten normaal gesproken ook moet regelen. Op het moment dat jij dus met instantieszaken moet doen, zoals een gemeente, kom je hier om dat te kunnen regelen. Je wordt hier begeleid door een stagiaire. Je doet wel zelf je zaken, je moet wel zelf constant blijven doen. Alleen de stagiaire kijkt op de achtergrond mee om te controleren of het wel goed doet en of alles wel gaat zoals het hoort. Heeft u al onderdak als u zo meteen vrijkomt? In principe ga ik weer terug waar ik zit, maar ik ga wel voor mezelf een woning zoeken. Alles wat je nodig hebt om buiten weer te kunnen beginnen, die kun je hier vast mee beginnen. We hebben daar ook een vacaturebord waar dus mensen kunnen kijken van ja, wat zou ik willen. En dan kunnen ze daar Interlox voor op solliciteren. Ze kunnen hier bij ons ook een cv opmaken, sollicitatiebrieven kunnen ze schrijven. Ook onder begeleiding van stagiaires, zodat dat in ieder geval geregeld wordt. Laten de mannen zich wel reïntegreren? Zijn ze bereid zich daar echt voor in te zetten? Nou, een grote groep wel. Je hebt altijd natuurlijk een groep die ja, wat minder zicht heeft in zijn eigen situatie. Verslavingsproblematiek bijvoorbeeld. Hier binnen gaat het vrij redelijk. Zijn onder structuur. Als ze dan naar buiten gaan, is het wat moeilijker. Komen weer in een oude netwerk terecht. Gebeurt het vaak dat gedetineerden terugvallen in hun oude en misschien foute gedrag onder invloed van vrienden en familie? Het kan als ze weer teruggaan naar het netwerk waar ze uitkomen. Dan kunnen ze een terugval krijgen. Dus dat probeer je dan te voorkomen. Dat ze juist uit dat netwerk te halen waar ze hun vrienden hebben. En toch proberen via bijvoorbeeld ook een begeleid wonen traject met een ambulante behandeling. Niet de verleidingen weer in te gaan. Volgens onderzoeken 47%, dus bijna de helft van de gedetineerden die is veroordeeld en gevangen heeft gezet, komt binnen 2 jaar terug. Is dat niet vreselijk frustrerend? Het getal wat u noemde, 47%, dat is al lager dan het was. We zijn de afgelopen jaren gedaald. Het was zo'n beetje 75%. En we zijn nu bezig met programma's te ontwikkelen. Samen met onze ketenpartners, we doen het niet alleen, heel nadrukkelijk niet alleen, om te zorgen dat het getal naar beneden gaat. Dus het kan nog steeds beter, ben ik met u eens, maar ik ben er niet ontevreden over, want ik weet waar we vandaan komen. Nou, ik weet wel dat ik weer een heleboel gedetineerden regelmatig terugzie, ondanks de handvatten die we ze geboden hebben. Is dat frustrerend als case manager? Nee, dat is niet frustrerend, want je geeft ze gewoon weer een nieuwe kans en je begint weer opnieuw. Maar dan is alle inzet die daarvoor is gebeurd, lijkt dan te vergeefs zijn geweest. Of is dat toch anders? Dat weet ik niet. Het kunnen ook wel weer persoonlijke redenen zijn waarom iemand terugvalt. En dan is dat heel vervelend. En dan komen ze echt op je af van, hey, hallo. En dan zeg ik, nou, wat doe je nou hier? En ja, het is niet gelukt. En nou ja, goed, dan gaan we weer opnieuw beginnen. En frustrerend, nee, dat is het niet. Het is jammer. Heeft u wel eens gehad dat u heel veel tijd en energie in iemand had gestoken om hem op de goede kant te krijgen en dan is hij na een jaar weer terug? Oh ja, zeker. Zeker. En wat doet dat dan met u? Aan de ene kant zeg ik van ik ben blij dat hij er is, want dan behoud ik mijn baan. Maar ja, het gebeurt en dan vraag je zo iemand van wat is er gebeurd jongen, hoe komt dat zo? En dan gaat ze uitleggen, oké, een beetje mooi gekleurd gaat hij het uitleggen van ja en dat, het is altijd de schuld van anderen natuurlijk. En dan zeg je van nou, dan gaan we weer naar de slag. En dan denkt u ook, we gaan er weer voor. Dat is ja, absoluut. Absoluut. Nee, we geven niet op. Nee, je moet niet opgeven. Ik bedoel, het is misschien dat ene keertje dat je nog weer terugkomt, dat doet beseffen van nee, dit is niks voor meer. Maar ik ook mee dat jongens zeggen van, ik kom hier nooit van mijn leven. En die heb ik ook nooit meer teruggezien. Die zijn er ook.